Wat dat ons heel veel deugd doet, dat er overal heel veel publiek is. Dat geeft enorm veel steun ook voor de rensters. Merkt u dat het dameswielrennen een groeien is? Ah, uiteraard. Hè. We gaan soms een beetje te snel hè, in wat dat de middelen zijn en wat dat we willen geraken. Ik denk dat UCI en de organisatorisch, ASO en RTS voor Giro en voor de Tour, dat dat heel moeilijk om te volgen is. Wij worden professioneler en professioneler. En ik denk dat, dat we zeker nog ons plateau niet bereikt hebben. Maar dan kom ik ook een beetje op het vak van u, want u bent marketingdeskundige. Wat moet er nog gebeuren om dat dameswielrennen naar een nog hoger plan te tillen? Helaas, qua visibiliteit in de Tour ben ik zeer content wat we hebben. Maar helaas, qua visibiliteit is nog altijd niet wat het moet zijn. Want onze kosten blijven juist hetzelfde zoals voor de mannen. Allee, onze staf, ons personeel kost evenveel, de hotels kosten evenveel, de voertuigen ook. Maar we krijgen niet dezelfde visibiliteit dat we kunnen verkopen aan onze sponsors. En de ploeg kan enkel omwille van de visibiliteit groeien met de sponsors. Dus die mogelijkheden hebben wij nog altijd niet op hetzelfde niveau met de mannen. Dus eigenlijk om vrouwenploeg te hebben vandaag is duurder dan de mannenploeg. Is dan ook belangrijk, of eigenlijk een beetje ja, normaal, dat u naar een buitenlandse ploeg bent uitgeweken? Want ja, eigenlijk in België, waar het wielrennen toch wel een volkssport is, hebben we niet echt een topwielerploeg. Goh, maar dat gaat nog groeien, denk ik. Hè. Dat gaat nog groeien. En dames ontwikkelen zich zeer snel. En wat dat eigenlijk voor mij een zeer raar fenomeen is, dat bij de mannen, we hebben meer atleten en dat de ploegen kunnen kiezen. Voor de dames, er zijn meer ploegen en er is meer vraag vanuit de ploegen dan de atleten op de markt. En wij zijn allemaal aan het wachten om de beste rensters binnen te halen. Hè. Demi komt niet bij ons. We hebben onderhandelingen gehad met Demi. Maar wij moesten nog een beste kiezen voor ons. Want wij zijn een ploeg eigenlijk die zeer sterk kijkt niet alleen maar naar atleet zelf, maar dat onze waarden en datgene dat wij vertegenwoordigen. Want wij zijn een ploeg met een zeer sterke uitspraak over vrouwenrechten ook. Het is niet dat ze dat niet ondersteunt, he. Totaal niet. Maar op dat moment was het geen beste match, nog voor ons, nog voor haar.